Sterk voel ik me. Hey man, lekker getraind? Heerlijk, lekker. Hey, hoe lang train je nou bij mij? Anderhalf jaar. Oké. Okay. Ongeveer. Wat vind je ervan? Nee, is goed. Is ja? goed Want wat, doe je hier, goed. Wat doe je hier, Maarten? Nou, gewichttraining, krachttraining. En voor je core stability, dat weer een beetje op orde komt. Ja, maar vooral heel veel krachttraining. Heb je dat eerder gedaan? Niet echt. Niet, wel erbij een beetje, maar niet zoals hier. Ja, want je hebt het een beetje. Wat is je ervaring ermee? Wat ervaar je met deze trainingen? Nou, je voelt je sterk en daardoor voel je ook sterk in andere dingen met sport. Tennis bijvoorbeeld, en ik loop nog hard. En het voorkomt blessures en je houdt je fit. Ja, want dat voel je ook zo? Dat je echt al dat je meer solide bent? Ja. Ja. Begin je ook al wat aan je lichaam te zien? Ja, de zwaartekracht die begon echt op een gegeven moment, die deed wat met. En nu komt dat weer een beetje terug. Ja, je begint echt wel weer een beetje in shape. Een beetje vorm te krijgen en zo. Hey, en over als conditioneel, wat vind je hier, wat doet dit met je? Want je staat veel onder de gewichten, maar, want jij bent ook een fietser en ook een... Ja, kijk, conditioneel, het is niet zozeer dat je duurtraining krijgt, maar... Met HIIT training af en toe erbij. Je kan lang intensief stukjes trainen. Dus zwaar. Ja, je kan onwijs zwaar. Je kan zware gewichten tillen. Okay. Ja. Vind je het leuk? Ja, onwijs leuk. Ja. Zou je het iemand aanraden? Zeker, absoluut. Oké. Okay. Bedankt, Maarten.